jullie en welkom weer bij een hele nieuwe weekvlog. Zo, ik sta hier echt een beetje rot te zweten. Het is super benauwd. En ik heb net echt 2,5 uur gereisd naar Ruurlo. Echt Ruurlo, in the middle of nowhere. Maar we staan hier nu bij het grootste doolhof van Nederland met Versus. Volgens mij moeten we daar straks in ons eentje doorheen. Dus dat is best wel spannend. En ik denk niet dat ik mag vloggen terwijl ik dat doe. Want we worden gewoon gefilmd natuurlijk. Dus neem wel voor de zekerheid even mijn mobiel mee, want we weten nooit waar we terechtkomen. Hier is trouwens Lilian, die zit in. Zit jij in mijn team vandaag? Ik zit in jouw team. Oké, wij zijn het team. En daar. Oh, we moeten gaan. En dan switchen we vanaf het doolhof naar mijn huis. Het is inmiddels alweer dinsdag. Ik heb gisteren niet echt kunnen vloggen. Het was wel heel erg leuk met de meiden van Versus en de opdracht in het doolhof. En jullie zien dat binnenkort natuurlijk op het kanaal van Versus. De reden dat ik niet meer heb gevlogd gisteren, het was echt ontzettend gaan hozen. Ik moest nog 3 uur onderweg naar huis. Ik was ontzettend kapot van die opdracht en van die hele dag en van het reizen. Dus daarna ben ik thuis op bed gaan liggen en was ik gewoon weg. Dus vandaag ben ik vroeg opgestaan om een video af te maken. Hier ben ik hem nu eventjes lekker aan het editen. En dan moet Dolly straks naar de dierenarts voor de prikjes. Moet je straks naar je voor je prikjes? Is helemaal niet leuk, hè? Nam 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 nam. Een stoer hondje bent. 1, 2, zo en klaar. Ja, goed zo. Dolly, hartstikke stoer, hè? Ja. Zo, nou, Dolly is helemaal gezond. Ze is gecheckt en ze heeft haar entekjes gehad. Dus ze kan er weer eventjes een jaartje mee vooruit. Dolly, ik ben trots op je, hoor. Dus ik ga er nu even laten plassen. Dus een wandelingetje maken, want het zonnetje schijnt. Het is echt lekker weer nu. En ga ik zo eventjes de boel opruimen. Boodschapjes doen. En lekker relaxen. Welkom jongens bij de slechtste vlog van de hele wereld. Dolly zit hier naast me te slapen. En het is woensdag, het is middag. En iemand naast me laat een hele dikke scheet. Rara, wie zit hier jongens? Wauw, dat kan er ook maar gewoon één iemand zijn. Het is Kai. Hallo. Hoi. Ik was in de buurt en ik denk ik ga even een bak koffie drinken met Dionne. Hij gaat zo weer weg en dan ga ik oefenen met mijn neefje bij zijn school. Dat is mijn oude school. Want er is een muziekavond en ik vind het leuk om met mijn neefje daaraan mee te doen. Dus om hem eventjes te helpen. Jongens. Er zit gewoon echt een heel dik gat in mijn ruit. Omdat we met Dolly aan het spelen waren. En we gooiden een balletje erdoorheen. Hallo. Jongens, ik heb net de Funbite getest. Als jullie deze vlog kijken, staat die online. Dus wil je deze checken, moet je dat zeker even doen. Hey, ik heb net lekker gefilmd. Nieuwe leuk of meuk. Mijn camera staat nog klaar. En ik ga nu even lekker opruimen. En dan is het tijd om naar mijn neefjes school te gaan. Want hij heeft een muziekavond. En ik had hem beloofd om met zijn mentje mee te zingen. Dus het wordt gewoon super grappig. Ik ken de tekst nog helemaal niet. Dus ik ga er nu nog eventjes heel even kort aan studeren. Wat ik trouwens gisteren helemaal vergeten ben om te vloggen. Is dat Bardo gisteravond nog langs is gekomen. Want we hadden een verjaardagsspecial bedacht. Die hebben we gisteren opgenomen. En daar kan ik nog lekker niks over verklappen. Want als jullie dit nu zien, staat die video nog niet online. Dus ik wil er gewoon nog eventjes niks over kwijt. Vandaar dat ik ook niet echt iets heb gevlogd, want hij was er maar voor 2 uurtjes. En die 2 uur lang hebben we echt vol besteed aan die verjaardagsspecial. Dus aankomende dinsdag komt hij in ieder geval online. Jullie hebben gisteren trouwens gezien wat er met mijn ruit is gebeurd. Er is iemand langsgekomen om eventjes het ruitje voor tijdelijk even zo op te lossen. Dus er zit een noodruitje tegenaan geplakt. Echt met heel vies spul. Het ruikt echt naar azijn of zo. Echt super, super ranzig. Dan heb ik trouwens nog iets wat ik aan jullie wil vertellen. En dat gaat over muziek die je op YouTube kunt gebruiken. Ik weet niet of jullie de leuk of meuk aflevering over de LED sneakers hebben gezien. Maar daar heb ik dus een liedje gebruikt. En mensen dachten echt van wow, waar heb je die vandaan? En dat heb ik eigenlijk wel vaker. Dat mensen zoiets hebben van waar haal jij je muziek nou eigenlijk vandaan? Als YouTuber is het echt super belangrijk dat je dus muziek gebruikt wat royalty free is. Dus waar geen claim op kan komen. Die copyright vrij is. En daarvoor zit ik bij Epidemic Sound. Dat is een muziekbibliotheek waar ik echt al mijn tunes en muziek vandaan haal. Ik ben er echt super tevreden mee. Aan iedereen die YouTube doet of die kijkt die bijvoorbeeld net begint. Het is echt belangrijk dat je geen muziek gebruikt waar copyright aan vast zit. Dus
Dat je echt zeker weet dat het niet geclaimd kan worden. Wil je dus weten waar ik mijn muziek vandaan haal? Ga dan even naar het linkje onder in de beschrijving. Daar haal ik het dus vandaan. Dus ik ga maar eens eventjes verder met alles wat ik moet doen. En dan ga ik denk ik vanavond wel even mijn optreden filmen. Dat is misschien wel even leuk. Ontploffingsgevaar, jongens. Ik ben al eventjes thuis. Het optreden met mijn neefje op school ging echt best wel lekker. Morgen wordt trouwens echt een hele, hele bijzondere dag. Want ik ga een tattoo laten zetten. En niet alleen dat, ik ga zelf een tattoo zetten. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Want nou ja, ik weet niet hoe vast mijn hand is. Maar vroeger was ik best wel goed in tekenen. Maar ja, dit is wel iets heel anders. Je hebt echt natuurlijk zo'n apparaat in je hand wat echt onwijs trilt. Dit was serieus een idee van mijn eigen tatoeëerder. Die had gezegd, hey, is het niet gewoon superleuk om in je vlog mij gewoon eens terug te pakken? Doordat jij altijd de pijn geleden door mij. Want hij had mijn sleeve afgemaakt. Er zaten best wel pijnlijke plekjes tussen. Dus hij zei van, hey, jij mag bij mij een kleine tattoo zetten. Dus morgenmiddag een reisje naar Schiedam. En dan ga ik gewoon voor het eerst in mijn leven iemand tatoeëren. Hoe tof is dat? Ik krijg eerst natuurlijk even een lesje en een uitleg. En het zal niet een hele grote tattoo zijn. Hij zei dat het alleen maar lijntjes waren. Maar ik vind het echt best wel spannend en tof dat ik dat mag doen. Ik denk niet dat veel mensen dat kunnen zeggen. Dat ze een tattoo bij iemand hebben gezet. Ja, Adam, de tatoeëerder. Ik ga je morgen even flink te grazen nemen. Eerst lekker slapen. Gordijntjes omlaag. Woep. Lampje uit. Welterusten. Zo, ik loop in Schiedam. Lekker gangster. Met mijn zonnebril op. Op naar Stay Classy. Ik ben net echt helemaal vergeten om in de trein te kijken wat voor tatoeage ik zelf wil. Het is echt super, super dom. Nou ja, ik wil in ieder geval wat met kleur, want het gaat op de andere arm staan deze keer. Want mijn andere arm zit nu onderhand wel eens vol. Ik kom er gewoon niet zo goed uit. Ik ben ook best wel een beetje zenuwachtig dat ik hem moet gaan tatoeëren straks. Want dat is natuurlijk niet niks. Eventjes een naald in iemands huid boren. Ik heb er best wel zin in weer. Zo, we zijn er weer. Hallo. Hey. Oké, het was nog even onduidelijk wat ik zou gaan uitkiezen, of wat ik zou gaan krijgen. Maar ik heb net iets gevonden en ik vond het toch wel heel, heel erg tof. Ik wilde altijd al een hertenhoofd, maar deze vonden we dus net. En hem gaat zijn eigen variant dus een beetje zo hier op mijn arm zetten. Dus het wordt gelijk alweer een flink stuk erbij. Nou, hier is die. Hoi. Nou, daar staat mijn eerste lijn, maar we zijn nu al gestopt, want ik kon het niet meer aan. Nee, grapje hoor. We gaan eventjes anders zitten, want mijn stroombordje wordt helemaal vrijgeklemd. En dat doet een beetje pijn. Hij is wel tof hoor. Ik denk dat mijn moeder het minder leuk gaat vinden. Sorry, man.
is klaar. Nou, niet klaar voor vandaag dan, want het moet nog ingekleurd worden. Er zit een beetje schaduw in, maar voor nu is het eventjes gewoon klaar. Want ik heb veel pijn, het is al vrij laat. Dus, maar nog niet helemaal, want ik ga nog eventjes wat doen bij Adam. I'm gonna die. Oh, dear, dear. Dear, dear. Oh, it's beautiful again. Oké, dit wordt de tattoo voor Adam. Een hondenbordje, super schattig. Where are you going to put it? On my leg. Yay! Oké, jongens, ik heb even een opdrachtje gekregen. Adam heeft een potlood vastgemaakt aan een machientje, zodat ik kan wennen aan de grip. Ik ben nu het hondenbordje een paar keer aan het schetsen, zodat ik er een beetje gewend aan raak. Het is echt best wel lastig. Dit ding is echt zwaarder dan jullie denken. Serieus. Ik ga gewoon stiekem dat hondenbot gewoon een piemel tatoeëren. Hij merkt het toch niet. Prachtig. Zo, daar gaat hij dan. Het voelt echt alsof ik een crimineel ben en een huis ga inbreken of zo. Hier zo? Ja. Ik ga je echt nul openhalen. Over je voet zo. Kom maar met je shirt. Oh. Dat paper alweer. Ik ben echt gevallen. Oké, okay. Een nieuw piece of paper. Die handschoenen. Okay. Then you need this bottle here. That's hard to come out of. How many? Just a pea side. Oh. Zoiets. Ik ga een stenciltje plakken, jongens. So, hoe wil je hem? How are you gonna put it? No, please tell me. A little bit of an angle. Dit? Yeah. En nu? A little bit. Ja? Wauw. Ben je klaar voor? Nou, weet ik niet hoor. Oh god. Okay, tissue in the other hand. Ja. Oh my god. Stretch. Dip in the ink. Press the pedal. Ik vind dit echt heel eng. Oh, oké. Ja? Ja. Dan gewoon zo. Here we go. Are you ready? Oh, ik vind het zo eng. Oh, ik durf niet. Is het zo goed? Nou jongens, gaat tot nu toe nog redelijk goed. Voel je er? Ja, echt hoor. Dip your ink. Tissue in your other hand. Deeper. The end felt super good. Oh my god. Bla bla bla. Vaseline. Vaseline. Okay, spray a little bit of that on the tissue. Yeah, it's a green soap. It's got like just antiseptic soap, oh, a little bit I of aloe vera. Ta-da! Wow. Oké. Okay. Tada! En je bent klaar! Yay. Yes! Oh! You did it! Dank jullie wel voor jullie mooie gezang. Ik heb ervan genoten. Toch? Jee, jongens, ik ben jarig. Het is zaterdag 4 juni en 26 jaar geleden werd ik geboren. Dit is trouwens mijn nieuwe tattoo. Ik weet niet of jullie hem een beetje goed kunnen zien. Maar hij wordt dus nog echt helemaal ingekleurd met kleur. Dus Adam heeft dat gisteren heel mooi gedaan. We gaan er gewoon een hele leuke verjaardag van maken. Ik ga vanavond naar Darcy. Hey. Yeah. Moeder ziet er prachtig uit. Oeh. Hier is Orne mama en hier is
Onne die. Jee, oeh. Het is feest vandaag. En Onne broer. Onno broer. Onno broer. Nou, ik heb vanmiddag dus met mijn moeder en mijn tante en mijn broer gezellig in de stad geluncht ter ere van mijn verjaardag. Super gezellig. Ben ik al eventjes een tijdje thuis. Ik heb even mijn afwasje gedaan, even mijn weekvlog geëdit. Want ik ga nu onderweg naar Delft om naar Darcy te gaan. En iedereen weet nu onderhand wel dat Darcy natuurlijk in verwachting is. En dat is super, super leuk nieuws. Dus ik kan niet wachten om haar nu eindelijk in het echt te kunnen feliciteren daarmee. Dus ik ga daar een beetje mijn verjaardag vieren en daar slapen. Dus ik zet nu alvast deze weekvlog online. En ik stop met vloggen. Dus dit is het eind van deze vlog, jongens. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken weer voor het kijken. En bedankt voor alle lieve felicitaties van jullie voor mijn verjaardag. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te geven. En om eventjes te abonneren. En dan zie ik jullie aankomende dinsdag weer met mijn verjaardagspecial. Dus ik zie jullie dan. Doeg. Bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie lieve onderfamilie. Mwa, mwa, mwa. Toedels. Dag. Tot ziens. Bye. Ciao. Joe.